Hallo iedereen en welkom in deze video waarin we de aardetekens gaan doen waarbij dat dus niet de zonteken, je maan, je Venus, maar dus je noordnode in staat. Dus je kijkt op je astrologische kaart van waar staat mijn noordnode. Een noordnode, ik weet niet wat dat hier gaat opstaan. Nee, dat sta je niet op. Anders zou ik het tonen. Maar dat is eigenlijk een omgekeerd tekentje. Een omgekeerd hoefijzer. En je gaat dus gaan kijken naar welk zodiac teken het je noordnode staat. En in het hoeveelste huis. En dan ga je gaan opzoeken doorheen de vier video's. Ik zorg dat er altijd de timestamps, dus de tijdstippen erin staan. Zodat je kan kijken naar dus twee boodschappen. Dus enerzijds kijk je dan voor een zodiac teken. Bijvoorbeeld vandaag stier, maagd of steenbok. En dan anderzijds voor de huizen. Waar je noordnode en welk huis je noordnode staat. En in dit geval vandaag zal het zijn stier of tweede huis. Maagd op het zesde huis. En steenbok op het tiende huis. Zo, dus we gaan van de start gaan met de stier. Dus als je noordnode in stier staat, dan is dit je boodschap met betrekking tot welke uitdaging dat je in november mee kan te maken hebben. En dan krijg je onmiddellijk de eerste kaart. En we krijgen 3 met battle, good versus evil. Maar ik weet niet of het dit ondersteboven was. Dus ik voel dat als jij noordnode in stier hebt, dat het ergste zowel gepasseerd is. Dus dat misschien oktober en september of de afgelopen maanden. Oeps, de kaarten. Ik ben niet helemaal omgedraaid. Dat de afgelopen maanden voor jou harder waren, lastiger waren, dan wat in november nu zal zijn. Dus november zal een soort van relief voelen, een soort van nieuw begin. Want ik krijg hier het konijntjeskaart. Met een sudden increase resource for fertility. Voor degenen die misschien denken aan het zich voortplanten of een baby creëren. Dan hebben we nog het kompas met ondersteboven. Met stillmate. Dus ik ga het allemaal tonen, hè. Dus we hebben dan nog het kompas, maar dat ligt ondersteboven. Het stillmate met de schaakpionnetjes. En de planeet Mercurius, die eigenlijk ook verbonden is met de magierkaart. Dus in november gaat de grootste uitdaging... Voor jou is het eigenlijk, voelt het als een hele lichte uitdaging. In die zin, dat het gaat misschien niet gemakkelijk zijn, maar... je gaat meer en meer gaan vinden waar dat jouw ware noorden ligt. Waar je nu het gevoel hebt dat je geblokkeerd bent, dat je hard aan het worstelen bent, dat je hard moet werken om ergens te komen, om je dromen te gaan manifesteren, om een inkomen te krijgen, om overvloed te ervaren, wat dat maar is. Dus je wens te gaan laten vervullen. En dan gaan zien dat... eens dat je uit dat stuk van die dualiteit stapt, want de eerste kaart ging ook over goed versus kwaad. Eens dat je daaruit stapt en niet meer ziet als van het is steen of het ander, maar het is eenheid, dat je ook veel meer ideeën gaat gaan krijgen van, om vooruit te gaan stappen, om stappen vooruit te gaan maken. En vandaar dat we ook de magierkaart krijgen met Mercurius, want dat is ook te maken met communicatie natuurlijk. Dan gaat het ook gemakkelijker zijn voor jou om jouw ideeën, jouw visies te gaan communiceren, mede gaan delen, misschien naar klanten toe, wat dat ook maar eens jullie doet. Misschien in een relatie waar je voelt en je vastzit, dat je dingen gaat kunnen gaan uitspreken. Wat is de talent en jouw kracht om ermee om te gaan? Misschien is talent of kracht om ermee om te gaan. Talent of kracht om ermee om te gaan. Hopla. Talent of kracht om ermee om te gaan. Ik voel dan nog één woord en ze komen er met 3 tegelijk uit. Dat is ook oké.
Wat hebben we? Als eerste hadden we de Gaia Gateway Activation met de Learning Experiences, Wisdom Transmission en Earth Intelligence. En dat is exact wat ik daarnet ook over had. Dat de ervaringen die je gehad hebt in het verleden, tot nu toe, de moeilijkheden, obstakels, die ga je eigenlijk meer gaan kunnen integreren. Zodanig dat je vanuit ook die healing, dus een Emerald Tablet Activation, met Cosmic Ordering, Divine Alchemy en Conscious Manifesting, dat je gewoon veel bewuster gaat zijn met wat datgene is wat je wilt, waar je staat en waar je eigenlijk de volgende stap naar heen kan doen. Dan hebben we nog de Aardester activatie met Anchoring, Grounded Action en voor sommigen die zich daarmee herkennen, Isis Energie. Dat is deze kaart. De Divine Matrix met Interconnectedness, Synchronicity en God Incidences. Dus je gaat inderdaad dat next level in je bewustwording en in jouw groei. En dan als laatste hebben we House of Learning, Spirit Guides, Confirmation, Great Lessons. En die lag ondersteboven. Er zijn heel belangrijke dingen die je geleerd hebt. We blijven natuurlijk altijd maar verder leren. Maar er is een soort van afronding van een bepaalde les. Waardoor je nog meer een woord nodig had over wat je weer te komen leren. Dus ga je eigenlijk naar het volgende level door. En dat maakt dat we blijven groeien, maar het voelt niet meer zo zwaar aan. En wat is het advies voor de stieren in Noordnoorden of het tweede huis? Dan hebben we Castle, Pride, Reconnection, Wealth, Legacy, Timeless. Met Sagittarius teken, boogschutter dus. Dan hebben we ook het Emptiness, Moving On, Completion van de Cycle. En dan natuurlijk eindes en nieuw begin. Making adjustments and new life. Dat is exact wat we daarnet ook gezegd hebben. Dan de derde kaart voor advies hebben we de vishaak. Hier de dingen die opvallen of die eigenlijk naar boven of naar boven benadrukt worden. Zijn kwetsbaarheid, groot geluk, welvaart, overvloed en verschillende principes. Maar dat staat bijvoorbeeld ook bij Powerless. Waarom? Omdat dat hetgeen is wat je ooit gevoeld hebt wanneer je met obstakels geconfronteerd wordt. En dus dat gaan we niet meer hebben. Nou krijgen we nog Book Burning ondersteboven. Het ligt ondersteboven dus. En als anders zou het geweest zijn beperking van je vrijheid, annulering, vernietiging van erfenis en zo verder. Maar het ligt ondersteboven. Dus gaat wel net een opening van je vrijheid zijn. Gaat net het herschrijven van jouw geschiedenis zijn. Van jouw verhaal vooral. Oké. Dat lijkt me wel een leuke boodschap. Dus het belangrijkste gaat zijn, stier, of als je noodnoden in het tweede huis hebt, dat je gaat gaan kijken op welke manier denk ik nog veel te veel van in twee polen. Het is ja of het is nee, het is links of het is rechts, het is boven of het is onder. Dus nog veel te veel vanuit die dualiteit. En dan ga je zien dat eens dat je vanuit dat hogere bewustzijn dat gaat kunnen bekijken, dat je het veel lichter en veel sneller gaat kunnen doorheen gaan. Zo, dan gaan we verder naar maagd en gaan kijken wat dat de timing is. De maagd in Noordnode, dus Noordnode in maagd, of Noordnode in het zesde huis. Let's zien, wat is de uitdaging? Oepla, daar ging die. En we hebben temperance met balance, miracles, combinations en environments. Oké, laten we zien waar dat dit over gaat. Oeh, even onmiddellijk. Milkway, de man. Ik voelde echt dat het inderdaad ging over relaties naar buiten toe. Het is ook niet zo toevallig als je noordnoden in maagd hebt. Vanaf januari gaat de zuidnoden in zuidnoden naar maagd teken. Voor het collectief dan. We hebben nog de beer ondersteboven. Ik ga het straks allemaal uitleggen. Ik voel dat we nog niet voldoende. Ja, daar is het. Dus
Je hebt de Milky Way met netwerken, sociale media, dat zijn je relaties, maar dus je interpersoonlijke relaties. Dus dat wil zeggen, dat gaat verder dan alleen maar romantische relaties of vriendschappelijke relaties. Het kan te maken hebben met je werk, het kan te maken hebben met je klanten, dus die dingen. Maar ook gewoon mensen die je volgen, bijvoorbeeld op sociale media, als je daar zo op zit. En dan krijgen we de mankaart. Dat kan zijn dat het belangrijk is dat je leert om de balans te houden met je eigen mannelijke energie. Ik heb niet het gevoel dat het gaat over een fysieke man in je leven. Of als jij een man bent, dat is sowieso wezen op jou natuurlijk. Maar het gaat eerder over de mannelijke energie en hoe dat we dat gaan leren gebruiken. Waarom? Omdat we ook de beerkaart krijgen. En de beerkaart verwijst ook naar een CEO, naar een coach, naar het beschermende. Hij ligt ondersteboven. Dus het gevoel dat de kaarten geven en de boodschap dat ik hoor, is dat de grootste uitdaging voor jullie in november zal zijn van hoe kan ik de verschillende vlakken in mijn leven gaan balanceren? Kan ik zorgen dat ze in balans zijn? Waar mag ik veranderingen verwachten? Waar mag ik mirakels verwachten? En op welke manier kan ik wel actie ondernemen, maar vanuit die gezonde, gebalanceerde mannelijke energie? En ik zag net 11:22. Want we kregen ook de leeuwkaart. En de leeuwkaart, dat is ook de strengthkaart als je het in daarover zou zien. Of ook is verbonden met de zon. Dus dat is ook weer bevestiging van die mannelijke energie. En dus je kan gaan leiden, je kan gaan ondernemen, je kan actie ondernemen vanuit de dominerende mannelijke energie, vanuit de controlerende mannelijke energie. Maar je kan dat ook gaan doen vanuit het geheelde mannelijke divine masculine energie. En dan krijgen we nog de Firefly met 11, die ligt ook ondersteboven met Illumination, Chemistry, Magical, Self-Discovery, Soul Spark, Light Codes, Creative Spark, Someone Exceptional. En dus het is belangrijk dat je jouw eigen licht gaat gaan zien. Nou, ik kan het eigenlijk niet getoond, dus deze. Dat je eigen licht gaat gaan zien. Daarom gaan we zien wat is jouw talent, jouw kracht. Om iets te gaan bereiken en om magnetisch te zijn voor je wensen en je wensen te laten te vervullen of te manifesteren, hoef je niet al per se heel veel actie te gaan ondernemen. Dus is het belangrijk dat je leert vanuit je energie, vanuit de eenheid in jezelf, die dingen te gaan manifesteren, gaan aan te trekken eigenlijk. En eigenlijk betekent dat dan ook gewoon ontvankelijk te zijn om ze in je leven te laten komen. Voor degenen die dat willen, in de cursus manifesteren met elementen, leg ik de verschillende stukken van elementen uit en ook verschillende manieren om te gaan manifesteren, omdat iedereen is anders en resoneert met andere dingen. Maar ook de basisprincipes van wat is eigenlijk manifesteren en wat zijn de verschillende elementen in het manifestatieproces. En dat is veel eenvoudiger dan dat je denkt. Dus je advies, of nee, je niet je advies, dat straks het talent en je kracht die je kan gaan gebruiken om deze balans, dus met de uitdaging dat we net besproken hebben, om daar beter mee om te gaan, of het op een goede manier te gaan gebruiken, de energie die er zijn, dan krijgen we House of Learning, Spirit Guides, Confirmation, Great Lessons. Dat is exact ook wat de stier ook als had. Misschien heb je heel veel stier ook in je eigen kaart. Of ben je een stier van zonteken? Dat zou mij niet verwonderen. Dus jouw kracht en talent ligt in de bereidwilligheid om verder te gaan leren. Om jezelf te gaan verfijnen. Om die expert te gaan worden. En dan krijgen we ook nog tot light codes met light initiation, great teacher awakening en divine magic. Ja. Dus wat jij gaat doen, en dat moet je goed beseffen, dat is eigenlijk jouw talent en jouw kracht, is je doorzettingsvermogen, je wilskracht. En om van daaruit te blijven onderzoeken van wat is nu hetgeen dat de obstakels dat ik zie of dat ik observeer en invul als het zijn obstakels, het zijn lessen, om die op een zodanige manier gaan aan te pakken, zodanig dat je weer meer ervaring in je rugzak hebt. En dus dat je weer meer expert geworden bent in dat ene kleine stukje of een groter stuk. Dan er vanaf over wat dat natuurlijk gaat. Gaan zijn over relaties, gaan zijn over ondernemen. Bijvoorbeeld altijd de puur mannelijke vorm van ondernemen gedaan hebt en dat je nu meer wat meer op spirituele manier wil gaan ondernemen, zoals dat ik doe bijvoorbeeld. Als je dat zo wil doen, dan nodig je uit in het spiritueel ondernemerstraject, als je dat leuk lijkt.
En dan gaan we zien wat het advies nog extra is. Nog extra advies, ja. En zien we de olive branch. Misschien moet je vrede maken met iemand aan de onderkant. Normaal zie ik niet. Toch zie ik niet in deze readingen. Maar blijkbaar was die wel nodig. Wat krijgen we? Het kruis, maar ondersteboven. Het kruis, wanneer het niet ondersteboven is, heeft te maken met opoffering. Op een negatieve manier. Dus in dit geval gaat het erover, inderdaad zoals ik daarnet ook gezegd heb, van hoe dat je veel meer kan gaan jezelf gaan verzachten, zodat je nog veel meer in die vrouwelijke divine feminine, dus die heel de vrouwelijke energie kan stappen. Niet waarin dat je gewoon achterover gaat gaan leunen, maar waarin dat je vanuit je afstamming met je ziel actie gaat gaan ondernemen. En dat is waar die temperance, dus waar dat de eerste kaart overheen, de balanskaart, dat je dat ook veel meer gaat gaan leren gaan gebruiken. En dan krijgen we de roadblock met block change, maar ook hier, again, opnieuw, ligt ondersteboven. Dus de obstakels dat je denkt die er zijn, die zijn er eigenlijk niet. Dat is gewoon een invulling van je mind. En dus je kan ook ervoor kiezen om dat op een andere manier te gaan invullen. Want eens je dat ziet, dan ga je zien dat het eigenlijk een motherload aan vervullingen en wensen en wat dan ook allemaal op je pad komen. Dat dan overvloed er is, dat succes er is, dat je gewoon ook gaat merken dat dingen ook veel gemakkelijker tot jou komen, want je hebt die dingen in jezelf veranderd. En dan hebben we nog de jeugdkaart, ook weer ondersteboven. En dat gaat erover van, het is goed om van tijd tot tijd een rebel te zijn, maar het is vooral belangrijker om je jeugdig te gaan voelen, om jou opgewekt te voelen, om die passie te gaan voelen, om jezelf te gaan voelen, om die sterke wil die je hebt, dat we daarnet gezegd hebben, want dat staat er eigenlijk ook op, strong willed, om die op een goede manier te gaan gebruiken. Je kan, als je denkt aan tieners, die kunnen, en ik denk dat we dat allemaal geweest zijn, die kunnen allemaal super koppig zijn, maar uiteindelijk moeten ze zich dan dezelfde vraag stellen, wat heeft het mij opgebracht? Waar heeft het mij, hoe heeft het geholpen in de oplossing van het obstakel waar dat ik dacht dat ik in zat? Dus maagden, dat is jullie boodschap. En dan gaan we naar de volgende. Die zijn de steenbokken als laatste aardeteken. En die hebben het tiende huis. Of tiende huis. Dus of als steenbok, noordnoorden en steenbok, of noordnoorden en tiende huis. Oh my god. Dus we gaan kijken. Wat is de uitdaging? Wat is de uitdaging voor november voor deze mensen? Oké, daar gaat hij. Dan hebben we Source met Love and Light. Dat lijkt me toch geen uitdaging. Of misschien wel, maar we gaan zien. Waar gaat deze uitdaging over? Ik krijg onmiddellijk al twee mannelijke kaarten. En de borstel, broom. En niet broom van getuige of zoiets, maar... Oké, my god, dat zijn er heel veel. We gaan beginnen met de mannen. We krijgen een kreeft en we krijgen de boogschutterkaart. Misschien dat je inderdaad aan twijfel bent tussen twee mannen, dat kan. Maar ik denk dat het veel belangrijker nog is dat we kijken naar de betekenissen van de kaarten. En de ene heeft te maken met vuur, de Prince of Fire. En de andere is de King of Water, dus emoties. Vuur en emoties. Als je denkt aan liefde en light, het licht, source, bron, is eigenlijk de eenheid van alles wat we zijn, dan gaat je grootste uitdaging zijn om de balans te houden tussen enerzijds zodat je heel hard gepassioneerd over bent en anderzijds die onbewuste emoties, die schaduwen waar we nog van mee aanlopen. En de grootste uitdaging voor jou zal zijn dat je inderdaad de obstakels die er zijn in je leven, of toch diegene die je denkt die er zijn, dat je die gaat gaan reinigen, dat je die gaat gaan zuiveren.
om dan ruimte te maken voor jezelf, waar je naar binnen kan gaan en kan gaan voelen wat dat nu echt is, wat dat elke emotie die je ervaren hebt echt betekent. Want wat krijgen we dan? Laat me even zien. Wat krijgen we? Het boek. De vuurvlieg, ondersteboven. De ringen. De road. De leeuwkaart. En dat is een vrouw. Dus misschien ben je zelf van zo'n teken een leeuw. Of heb je ergens jouw maanteken of je Venus in een leeuw of in een vuurteken. Dan hebben we de beer, maar ondersteboven. En opnieuw een mankaart. En dit gaat voornamelijk over de mannelijke energie. En dus... ja, het gaat inderdaad wel iets rond liefde of relaties te maken hebben. Dus laten we zeggen dat je grootste uitdaging, misschien op pad van een tweelingvlam loopt, dat zou me niet verwonderen, dan gaat je grootste uitdaging zijn om terug te keren naar jezelf. Waarbij je leert om onafhankelijk en onvoorwaardelijk van jezelf te houden, los van de impact dat je heeft op de andere persoon, bijvoorbeeld op de twee mannen, of als jij een man bent, op twee vrouwen. Of op mannen, alles kan. Vul in hoe dat voor jou past. En waar je nu te veel vanuit een veel te beschermende positie, manier, keuzes hebt gemaakt, omdat je nog niet volledig helder hebt waar dat dingen naartoe gaan of dingen verder zullen verlopen, heb je eigenlijk voor jezelf beslist dat je geen keuze maakt. En sta je maar hier te staan, hier op dat punt. En dus alle energieën in november zullen ervoor zorgen dat je verplicht wordt om een keuze te gaan maken. Want eigenlijk geen keuze maken is ook een keuze maken. Alleen gebruik je jouw energie en de kracht op een verkeerde manier. En dus het eerste wat belangrijk gaat zijn, is om die eenheid in jezelf te gaan vinden. Om die liefde en dat licht dat je zoekt bij iemand anders in jezelf te gaan vinden. Dan zien we dus talent en kracht daar voor onze steenbokken of mensen in het tiende huis. Wat is talent of kracht? Wat gaat gaan helpen? We hebben er twee. En dat is de aardestaractivatie. Dus heel hard belangrijk om jezelf te gronden. Dus heel vaak naar buiten te gaan. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld wat meer grondend eten, voedsel, naar verlangt. Zoals bijvoorbeeld aardappelen of wortels, dus als die in de grond groeit. Dat je gewoon het gevoel hebt, de behoefte hebt om naar buiten te gaan. Een van mijn ervaringen is, wanneer dat ik mijn lichaam moeite heeft met heel veel goede energie te integreren, dat bijvoorbeeld het eten van friet mij helpt, omdat dat wat vetteriger is en dus zwaarder is voor mijn lichaam, waardoor dat mijn lichaam en dus mijn ziel gemakkelijker hier kan blijven. En we hebben dan ook Merkaba Activation, Transcendent Ascension, You Are Rising Up. Dat is niet zomaar. Dus dat die twee samenkomen, dus dat is super belangrijk en jouw kracht zal zijn om dus te leren werken met energie, nog meer te leren werken met energie. Voor jullie zou ik aanraden om dus te leren te werken met de vlammen, de universele vlammen. En hetgeen wat ze mij ook zeggen is het cursus manifesteren met elementen, als je dat nog niet gedaan hebt. Omdat daar ook heel veel technieken in staan om met energie te werken. Dus dan ook bij alles krijg je ook transmissies waarin dat je met de universele vlammen werkt. En die dus kunnen helpen om je energie beter te gronden. Maar dit is dus je kracht. Dus hoe meer je vanuit de energie de situatie gaat aanpakken, hoe beter en makkelijker dat zal gaan voor jou. En dan nog extra advies. Extra advies voor de steenbokken of tiende huis noordnoden. Extra advies. Ja.
Wauw. Er is weer al een man. Waar krijgen we de chess kaart? Maar ondersteboven. Waarom? Omdat chess, dat vraagt heel veel planning, logische redeneringen. En dus ligt ondersteboven. Waarom? Omdat, zoals we net gezien hebben, het is belangrijk dat je het gaat gaan doen. Dus dat je actie neemt, maar dat je het gaat gaan doen vanuit die afstemming met je energie. En dus geen mental force, maar spiritual insight. En dus vanuit die energie gaan werken. Ik was de keer dat er nog belangrijke woorden opstaan. Dus de stap 4. Het is ook weer opvallend mooi te zien dat die blauwe kaart, want dat is ook hetgeen dat de source kaart had, zie. Source card, blauw. Dus de blauwe vlam gaat sowieso belangrijk zijn. Bijvoorbeeld ook het keelchakra wat daarin belangrijk is. Of gaat daarin een of andere manier een rol gaan spelen. En dan krijgen we de fine print met de maagdkaart. Die ook weer de aarde is, weer dat gronden. En daarin staat dat het belangrijk is om in de diepte te gaan. Aandacht te besteden en niet gewoon maar... veronderstellingen te gaan maken of van veronderstellingen uit te gaan, maar dus uit te spreken, vragen te stellen en van daaruit dan alles naar binnen te laten komen. Want wat hebben we? A person of fire, en dat was hetgeen dat we ook hadden, zowel met de Prince of Fire als de Queen of Fire. En daarbij staat dus confident, dus zelfzeker, entrepreneur. Dus het kan zijn dat deze dingen niet over liefde gaat, maar bijvoorbeeld wel over iets in jouw bedrijf of in jouw onderneming, of je wilt misschien een onderneming starten en wat dan meer gaan doen vanuit het spiritueel ondernemen, zoals dat ik bijvoorbeeld doe. Want er staat ook weer bij energetisch, creatief, moedig en die sterke wil. En dan hebben we nog de kosttoon, maar ondersteboven. En dat is ook weer hetzelfde, want daar staat erbij 50-50 of can't decide of two sides to every story. Dus je hebt altijd, dat is de dingen van de dualiteit, waarbij dat je altijd de keuze hebt van waartoe dat je energie gaat gaan richten. Je kan je energie op een positieve manier gaan richten en waar dat positief in de, op een positieve manier de energie stroomt. Of je kan energie gaan richten op je negatieve en overal maar zien waar dat verkeerd gaat en waar je geen keuze had en bla 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 bla. Dus daarin hou er rekening mee dat november voor jullie vooral ook zal gaan om nog dichter bij jezelf te komen. Nog dichter bij de bron met het universum. En dat eenheidsbewustzijn te gaan integreren. En om van daaruit, dus, want enerzijds heb je de Merkaba-activatie, anderzijds de aardester-activatie, waar dat onderaan je voeten is. Dus dat is ook zo boven, zo beneden. En dat is zo binnen, zo buiten. Dat is één van de universele wetten. Dus in november gaan jullie nog meer leren om op een hoger level te gaan manifesteren. Waarin dat je die verbinding en dat evenwicht hebt van jouw emoties, van jouw passie, dus je vuur- en je waterelement. Maar niet als een oncontroleerbare waterval, maar als een hele mooie gestroomlijnde rivier. Maar dat kan ook nog heel veel kracht opzetten, want denk maar aan de stuwdammen. En dat ga je dus niet alleen dichter bij de bron brengen, dan ga je ook dichter bij liefde en bij je eigen licht brengen. Voilà, dat was voor deze video. Voor de aardetekens, de vuurtekens en de luchttekens komen er nog aan. En ik zie je vast in de volgende video. Dag!